Vanwege de afwezigheid van mevrouw Kloekhorst zal ik deze oriënterende ronde voorzitten. En ik wil u welkom heten. En volgens mij is het geen lange agenda, want er was aangekondigd. Dus ik wil u vragen, bent u het eens met de agenda die voor u ligt? Zijn er op- of aanmerkingen op de agenda? Dan stellen we deze vast. Punt 3 is het spreekrecht. Er hebben zich tot op heden geen sprekers gemeld. En ook op dit moment niet aanwezig. Dan gaan we verder naar punt 4 op de agenda, onderdeel van het meningsvormend gedeelte. Het punt waarop we ons vanavond kunnen oriënteren is het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, camping De Belt en Rezen, ten behoeve van het uitbreiden van een recreatieteam. Wie kan ik hierover het woord geven? De heer Jager. Dank u wel. Ondernemerschap voor de in Hardenberg zo belangrijke toeristische sector waarderen wij zeer. Deze sector is immers de grootste werkgever in het Vechtdal. Tegelijkertijd moet er een goede balans zijn tussen wat er in deze streek te genieten valt, ons aanbod, en het ruimtebeslag voor degenen die daarvan willen genieten, de vraag. De juiste balans daartussen vinden is erg belangrijk, omdat natuur en landschap altijd kwetsbaar zijn en de rivierduinen en stuwvallen in het Vechtdal zeker. Het plangebied is in meerdere delen op te splitsen. De voorgestelde kwaliteitsimpuls groene omgeving vormt het meest noordoostelijk deel van het plangebied. Een huidig natuurgebied, grasland en bos, om tot een overloopgebied tussen camping en natuurgebied te worden gevormd. Wij zien deze ontwikkeling als een impuls voor de verbinding tussen recreant en natuur, maar niet als een versterking van de natuur zelf. GroenLinks wil om deze reden en de aangevoerde motieven in het agendapunt bijgevoegde zienswijze de volgende vragen aan de wethouder stellen. Vraag 1. De bij het agendapunt gevoegde zienswijze geeft duidelijk de gevolgen van deze uitbreiding voor de camping De Belt voor het natuur aan. Kan daarom de voorgestelde aanbeveling over de verwijdering van het meest oostelijk deel uit het plangebied worden uitgevoerd? Vraag 2. Kan naast de voorgestelde kwaliteitsimpuls groene omgeving een uitbreiding van de natuur ter compensatie van de bestemmingsplanwijziging worden uitgevoerd buiten het plangebied? Vraag 3. Kan duidelijkheid worden gegeven over de gebruiksregels voor het overloopgebied tussen camping en natuurgebied, zodat de lokale flora en fauna het liefst in het geheel niet verstoord worden? Tot zover mijn vraag. Dank u wel. De heer, kom zo bij u, de heer Wiet van PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de stukken gelezen. Aan de hand daarvan hadden we een paar vragen. De vragen hebben wij doorgezet naar de gemeente. Die zijn keurig beantwoord. Dus wat ons betreft gaan wij akkoord met het voorstel. Hoor ik even zitten. Dank u wel. De heer Rodemond, D66. Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk een vraag aan de fractie van GroenLinks. Als ik de inbreng goed beluister, mogelijk zit ik abuis hierin. Wilt u de natuurlijke waarden die nu in het plan zitten uit het plan halen? Is dat correct? Nee, we willen de natuurlijke waarden die in het beoogde plangebied liggen behouden. En daarom dit deel van het plangebied verwijderen. En dat gaat er dan bij om het meest noordoostelijk deel van het plangebied. In de zienswijze wordt hierover meer uitleg gegeven. En ik denk dat die redelijk voor zich spreekt. Voldoende? Ja. Mevrouw Vetker, had ik u? Nee? Dan wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder, meneer Breukelman. Ja, enkele vragen die overblijft, de voorzitter van de fractie van GroenLinks. U spreekt over het noordoostelijk gedeelte, dus even niet helemaal helder, maar volgens mij is het als volgt. In 2015 is er een principeverzoek bij de gemeente ingediend om een uitbreiding te doen aan de oostelijke zijde. Die bestond uit 1, 2, 3 fases. Daarvan heeft het college destijds gezet, die meest verre fase, die doen we niet. Dat vindt plaats in natuur. Wel medewerking verlenen aan de uitbreiding aan de oostelijke kant. Dat heeft destijds ter inzage gelegen. Daar is op gereageerd door de indiener van zienswijze. Die heeft ons verzocht om ook het voetpad zeg maar, meer aan te laten sluiten bij de camping, zodat de natuurwaarden niet geschaad wordt. Toen dat is ingediend zijn wij in gesprek gegaan met de initiatiefnemer en de indiener van zienswijze. Hebben we samen met die twee een oplossing gevonden door het voetpad meer aan te laten sluiten bij het deel van de camping.
Daardoor gaat u nu het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen, want we gaan niet door de natuurwaarde, maar door de agrarische waarde. Dat is de reden waarom u gewijzigd vaststelt. En dat betekent dus dat we de natuurwaarde in die zin niet schaden. Dus in het gele vlakje in uw kaartje die u vindt in de toelichting, daar vinden dus geen andere activiteiten plaats. En daarmee heb ik de vraag, denk ik, beantwoord. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet, dan rest mij de vraag of het naar de raad gaat als een hamerstuk of als bespreekstuk. Hamerstuk, prima. Dat wat betreft de inhoud. Dan zijn we bij punt 5, de rondvraag. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan sluit ik deze oriënterende ronde. Wel thuis. Nieuw record, denk ik. Complimenten, voorzitter.